als je beweging wil brengen in organisaties in termen van diversiteit, als je openingen wil creëren, dan heb je bepaalde soort harde acties in het begin nodig, zoals quotas, om die beweging te brengen. Ik ben er voorstander van, uit ellende, zou ik maar zeggen, omdat er geen andere keuze is. Omdat ik niet denk dat uit zichzelf raden van bestuur, raden van commissarissen in het bedrijfsleven er plaatsgemaakt wordt voor vrouwen. Ik denk, als je er zo'n quota gaat instellen, dan krijg je een heel erg effect van, hè, de vrouw is nog steeds heel erg achtergesteld. We moeten haar nog steeds heel erg ophalen. En ik denk van, als je die instelling al hebt, dan geef je al een bepaald imago af aan de vrouw. Ik denk dat die tijd is gekomen dat er een draconische, want dat is het wel, maatregel komt. Ja, ik vind het belangrijk, vrouwenquota. Het moet gewoon. Nog. Je wil geen excuustruus zijn. Je wil ook niet de vrouw zijn die dankzij een quota omhoog komt. Eigenlijk, diep in je hart wil je dat om andere redenen. Ja, quota, quota. Ik heb er een beetje moeite mee. Ik vind dat vrouwen voldoende kracht hebben om zelf vooruit te komen zonder die quota. Maar wat vooral het allerbelangrijkste volgens mij is, dat vrouwen eens ophouden met die deeltijdbanen. Nee. Ik ben er niet voor, nee. Ik vind dat het een zaak is die gewoon tussen de oren moet zitten. En ik moet je eerlijk zeggen, ik vind het ook een beetje een gepasseerd station. Wij zijn heel vaak gevormd door bepaalde normdenken. En die nemen we vanzelfsprekend. Dat bepaalde groepen in bepaalde posities, witte mannen in hoge posities, het beste zou kunnen doen. Voorlopig moeten we nog zorgen dat er meer vrouwen op posities komen, op topposities komen. En daar is een quota nu voor nodig. Maar ik weet niet of je dat bereikt door dan nou heel hard te gaan schreeuwen en te zeggen, ja, vrouwen dit, vrouwen dat. Dat moet gewoon veel meer vanzelf gaan. Dus ik denk dat een quota wat niet een... niet een fantastisch middel is, maar dat het wel helpt. En het blijkt ook in landen als Noorwegen dat het absoluut effect heeft. Die mensen moeten gaan zien dat diversiteit in besturen of waar dan ook gewoon betere resultaten oplevert. Maar zeker in het bedrijfsleven ziet men dat al. Wat dat betreft vind ik dat de politiek en de overheid een voorbeeld kan nemen aan het bedrijfsleven. Ik geloof dat er een gigantisch potentieel aan vrouwen is. Maak er gebruik van. En als je het niet zelf weet te organiseren, want kennelijk gaat dat niet. Misschien is dat dan, moet dat wettelijk worden afgesproken.